Instrueren op metacognitief niveau met EduTools. Nou, degene die me wat langer kennen, die weten dat ik iets met metacognitie heb. Het leren omtrent het leren. Het jezelf, uiteindelijk het ontwikkelen van die metacognitieve vaardigheden, waarmee je uiteindelijk zelfsturend en dergelijke wordt. En laten we dat nou zo graag willen op het leerplein met die studenten. Metacognitie bestaat uit ongeveer 8 vaardigheden en dan moet je toch echt beginnen bij de eerste. En de eerste 3 zijn, het is het oriënteren, doelen stellen en plannen. En sommige studenten hebben dat al, omdat ze het hun ouders hebben gezien doen, of ze hebben een docent vroeger gehad die hen echt meenam in het proces van hoe lees je nou tekst. Hoe kun je scannen, hoe kun je dingen die belangrijk zijn onderscheiden van de stukjes tekst die minder belangrijk zijn. Hoe kun je uiteindelijk dus ook een doel stellen? En als je die 2 vaardigheden al goed beheerst, is het plannen uiteindelijk ook wat makkelijker. Maar hoe je het ook bent of verkeerd, dat moet je wel expliciteren naar je leerling toe. En de meeste mensen doen het niet. Die gaan ervan uit dat als jij het doet en je schrijft een versneld plannetje op, dat een leerling of je kind het meteen ook zo door heeft. En dat is dus niet het geval. En dan maakt het helemaal niet uit hoe hoog het IQ van hem of haar is. Dat moet gewoon getraind worden. Je moet ermee in aanraking komen, je moet het trainen. Nou, we hebben hier ook gemerkt op het leerplein, en ik heb het eerder al meegemaakt toen ik project gestuurd onderwijs deed op het toen nog bestaande Curriculum, dat 80% dat gewoon nog helemaal niet beheerst. Als je dan meteen al met een module, een project of een opdracht aan de slag gaat, die wil meteen de diepte in, die verwacht dat ze zelfstandig aan de slag gaan, dan mis je dus een aantal hele belangrijke stappen. En dat is dus een knelpunt dat ik ook hier op het leerplein weer ervaarde, en daar wilde ik onderzoek naar doen, en ik ben gaan kijken van wat mist er, wat ontbreekt er. Wat hebben ze nodig zodat ze zien welke stappen ze nou daadwerkelijk moeten zetten? En hoe kunnen de digitale middelen die er tegenwoordig beschikbaar zijn, ook wel de EduTools dus, hoe kunnen die daarbij helpen? Oftewel, mijn onderzoek instrueren op metacognitief niveau met EduTools. Deze trainer-trainer module die bevat 5 puntjes. We gaan even brainstormen met de Padlet, want ik ben heel erg benieuwd van wat is jullie basiskennis, waar ga ik met jullie mee starten? Waar zitten bij jullie de ankertjes in dat geheugen? Daarna ga ik dus nog wat meer uitleg geven omtrent die metacognitieve instructie. Aan de hand van de handleiding die ik heb ontwikkeld. Een kleine opdracht ga ik met jullie doen, zodat jullie een beetje een beeld krijgen van wat van de student wordt verwacht. Dat doen we met behulp van de EduTool MindMeister. Daarna ga ik jullie even old school kahooten. We gaan even een paar vragen beantwoorden met een mini-quizje. En ik heb een heel deuntje eronder gezet ook. Dus, en ik wil even afronden met een kleine enquête om te kijken. Wat voor mij, ik geef natuurlijk al 16 jaar les. Maar met jullie en de trainer vind ik toch even net wat anders. Dus ik wil graag jullie feedback, zodat ik daar ook weer mijzelf in verder kan ontwikkelen. En daar hebben we een kleine 1,5 uur tijd voor. Dus, ik wil gaan sluiten. Nou, we gaan brainstormen met de Padlet. Ik weet niet of iemand wel bekend is met de Padlet. Een paar ja, een aantal nee. Het is een hele een fijne tool waarin je gezamenlijk allemaal aan de slag kan gaan om vragen te beantwoorden of om een bepaalde weetjes neer te zetten. Dat kan verschillende vormen aannemen ook. Ik wil het gebruiken als brainstorm en ik heb het al ingericht en ik wil graag weten wat weten jullie al over dus die metacognitieve vaardigheden, oriënteren, doelen stellen, plannen. Maar ik ben ook wel benieuwd van, kennen jullie de EduTool Prezi? De meesten kennen het wel, maar ik twijfel of de meesten ook weten hoe je het inricht, hoe je het gebruikt. En dan hebben we nog de EduTool MindMeister en natuurlijk EduTool Microsoft Teams. Onze grote redder in nood toen alles dichtging. Nou, noteer dus de ideeën in die Padlet. En ik heb hem al openstaan. Even kijken. Kijk. Ik heb een heel leuk achtergrondje gekozen. Binnen Padlet kun je van alles doen. Wat zeg je? Ja, of dus, wat ik net liet zien in Teams, kun je gewoon op de link klikken. Dan hoef je niet... Ik heb hier dus 4 kolommen staan en je kunt gewoon als je er komt, kun je op het plusje drukken. En dan kun je aangeven, kun je invullen, het zij anoniem of met je naam, wat jij weet even in steekwoorden over de metacognitieve vaardigheden, Prezi, MindMeister en Microsoft Teams. En ik laat ze openstaan, dan zie je ook dat real life, dat iedereen er wat dingen bij gaat tikken. Dus ik krijg er een paar minuten de tijd voor. Denk goed na, wat weet je al over deze onderdelen, over deze begrippen? Nou, de eerste dingen komen binnen. Ik zie staan, werk vanuit deze vaardigheden is helpend constructief.
onder andere zegt als het gaat om de metacognitieve vaardigheden, de basistheorie. Wat hebben we nog meer? Metacognitie vindt plaats in de prefrontale cortex en deze is nog niet goed ontwikkeld bij pubers. Correctie bij adolescenten. Pubers is tot de 15, 16 jaar. Daarnaast de adolescentieperiode tot helaas een jaartje 23, 24. Ik zie ook nog overkoepelend niveau, overzicht creëren vanuit metapositie. In de brein leren. En als we even kijken bij Prezi, online PowerPoint met fancy features. Een manier van presenteren op een visuele horizontale manier in plaats van een hiërarchisch chronologische manier. Nou, dat is het voordeel inderdaad van Prezi. Je kunt alle kanten ermee opgaan. Groot overzicht, inzoomen op topics. Helemaal goed, jullie. Een van de redenen waarom ik met Prezi aan de slag ben gegaan. Veel ruimte om actief en creatief te presenteren. Een online presentatietool gebaseerd op mindmappen. Klopt. En dan ga ik even naar Mindmeister. Brainstorm inderdaad. Mappen online maken. Nou, niet per se kan. Maar... Nou, leuk. Dus bij Mindmeister is nog heel veel onbekend. Nou, Microsoft Teams. All-in-one programma. Voor van alles en nog wat. Online les. Vele mogelijkheden. We werken ermee. Dit kun je dus ook trouwens het gebruik van de pet, dat zou je bijvoorbeeld ook met studenten kunnen doen om een les te starten en dergelijke. Het is een leuk extraatje wat ik jullie mee wil geven in deze trainingmodule. Het is niet een hele tool waar ik mijn onderzoek verder mee heb gedaan. Maar ik vond het een leuke manier om even met jullie samen door te nemen. Wat weten jullie al? Het geheugen even opfrissen en wat weten we nog niet? Mindmeister is bij de meeste van jullie bekend. Het bestaat wel enige tijd, maar ik ben benieuwd wat jullie van gaan vinden. We gaan naar het volgende onderdeel. Dus we gaan weer terug naar de PowerPoint. We gaan nu door naar mijn handleiding, want ik heb dus natuurlijk een experiment gedaan het afgelopen jaar. En de resultaten die eruit kwamen, daar moest gewoon een handleiding voor uitkomen voor andere docenten, zodat zij hier ook mee aan de slag kunnen. Als het gaat dus om het geven van een instructie van de opdracht van een student en in de hoop dat hoe vaak je daarmee aan de slag gaat, je eigenlijk op een gegeven moment niks meer hoeft te doen, want de student snapt zelf welke stappen hij of zij als eerste moet gaan zetten om het product of de opdracht tot een mooi resultaat te kunnen brengen. Dan pak ik de handleiding erbij. Ik heb hem niet geprint, hij staat gewoon digitaal. Nou ja, ook hier instrueren op metacognitief niveau met EduTools. Leuk plaatje van, we willen meer zicht krijgen in wat er in het hoofd van de student gebeurt. We zagen net al prefrontale cortex natuurlijk. Als die verder vergroeid is en we in die tijd proberen we dat te trainen, die metacognitieve vaardigheden, dan weet hij of zij veel beter van zichzelf hoe die een opdracht moet aanpakken. Maar ook de een leest het op die manier, de ander leest het weer op zo'n manier. Het is nu niet heel goed te lezen, vinden, maar ik geef zelfs een samenvatting. En de achtergrond, dat weet u eigenlijk al. Voor het geven van instructie op metacognitief niveau wordt gewoon gebruik gemaakt van dus die drie vaardigheden waar we ons niet helemaal van bewust zijn: oriënteren, doelen stellen en plannen. En deze dingen moeten wel ontwikkeld worden dus bij de student. Als het ontwikkeld wordt, dan bevordert het dus die zelfsturing. Het kan hogere resultaten opleveren, dat weet ik nog vanuit mijn masteronderzoek. Maar het maakt ook dat de student gerichtere vragen gaat stellen om de opdracht zelf uiteindelijk. En niet dat je halverwege zit en dat je weer die vraag krijgt van wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? Waarvoor doe ik het nou eigenlijk? Ik weet niet meer zus of zo. Nee, en dat heb ik dus ook al gemerkt met mijn experiment. Je krijgt echt veel meer vragen over het onderwerp zelf. En niet over al die randzaken eromheen. Maar die randzaken zijn wel heel belangrijk. En als je die niet aan het begin van zo'n opleiding oppakt met ze, en als je die niet ontwikkelt, blijf je altijd aan een dood paard trekken. Het schiet gewoon niet op. Nou, ik heb dus drie EduTools. Prezi, die wordt gebruikt om voor een student inzichtelijk te maken waaruit dat eindproduct dat ze moet inleveren, waar dat uit moet bestaan. Maar ook welke stappen moeten worden gezet, welke acties moeten ze doen, welke stappen zijn belangrijker dan anderen of welke kosten meer tijd dan anderen. Prezi, die maakt het visueel. Iemand zei al van... die maakte er ook een opmerking over dat je het veel beter kunt visualiseren. Dus een docent gaat eerst aan de slag met het uitleggen van de opdracht aan de hand van Prezi. Omdat ze dan visueel kunnen laten zien
dit is het eindproduct. En dan kun je daaromheen eigenlijk zo die stappen neerzetten. Van je gaat eerst dit doen, dan dat doen, dan zus doen, dan zo doen. Ik laat straks het voorbeeld zien. Hè? Zodat ze een veel beter beeld krijgen. Wat creëer je bij die student? Je creëert een helikopterview. Of ook wel een kale of een lege kapstok. Maar die kapstok of die helikopterview is natuurlijk hartstikke belangrijk. Want dan hebben zij elke keer de basis voor ogen en ze kunnen alle details kunnen ze zelf eraan ophangen. Of kunnen ze zelf in uitzoomen, zo maar te zeggen. Dus die kapstok hebben ze echt nodig. Maar die kapstok slaan wij elke keer over, omdat wij denken dat ze het allemaal wel weten. Maar het is gewoon niet zo. Dus Prezi zorgt voor die kapstok, de basis. Om dan vervolgens ervoor te zorgen dat die basis er beter in zit, gaan ze nadat je met die Prezi, die wij als docent met ze doen, en ik heb het zowel online gedaan als fysiek met een groep, gaan ze aan de slag met MindMeister. En MindMeister, en dan doen we dat het liefst in tweetallen, zodat ze echt met peer feedback, met elkaar lekker aan de slag kunnen, want ook dat is bewezen. Ze pakken gewoon en nemen meer van elkaar aan dan van ons. Maar dat is een mindmap tool. En een mindmap tool waarbij je niet 100 keer hoeft te krassen en dergelijke. Je kunt ook heel goed aangeven aan de hand van kleurtjes en weet ik veel wat. Van wat is nou wel belangrijk, wat is minder belangrijk, waar gaat meer tijd in zitten, et cetera. Dus MindMeister is een hele mooie visuele mindmap tool. En ja, dan hebben we natuurlijk nog, even kijken, Microsoft Teams. Het voordeel van Microsoft Teams, behalve het feit, we werken er al mee, dus het was niet meer dan logisch dat ik die ook als even tool erin op zou nemen. Maar het voordeel van Teams is dat je ook, je kunt de student dwingen bepaalde stappen ook dus in die volgorde te laten nemen. En inlevermappen, dat die bijvoorbeeld pas opengaan als de vorige inlevermap, als ze daadwerkelijke spullen hebben ingeleverd. Wat ik wel eens zag op het leerplein is, zeker als alle leermappen of inlevermappen er al stonden, raken ze ook weer het overzicht kwijt. En dan denken ze, oh, ik moet eerst dit doen, ik moet eerst dat doen. Ze lezen dan niet dat er een deadline bij staat bij zo'n inlevermap. Dus je moet ze dwingen om die stappen te zetten. Nee, je kunt pas stap 2 doen. Oftewel, de opdracht die hoort bij stap 2 kun je pas doen als je stap 1 hebt gedaan. Eerder wordt die map niet zichtbaar. Dus zo gaan deze drie EDU-tools ervoor zorgen dat die metacognitie, die drie vaardigheden, dat die zich gaan ontwikkelen bij de student. Nou, in die vaardigheid heb ik dus de achtergronden van deze EDU-tools kort uitgelegd. Ik heb jullie net een samenvatting gegeven. En dan komen die stappen in deze handleiding. De eerste stap, en daar staat erbij, het is nog niet zichtbaar voor studenten, pas wanneer de instructie gaat geven. Eigenlijk ziet de student pas, die komt als eerste in aanraking met de Prezi. Jij zelf als docent moet een Teams of een kanaal in een Teams gaan inrichten, waarin die studenten dus je opdracht kunnen vinden. En je gaat dus door middel van de stappen laten zien hoe die opdracht wordt uitgevoerd. Eerst ga je aan de slag in Teams met het plaatsen van die Prezi-presentatie. Daarna doe je bijvoorbeeld de eerste opdracht, in dit geval dus het maken van een mindmap. En opdracht 2, het maken van een planning. Je gaat de inlevermappen inrichten, maar zorg ervoor dat die inlevermappen dus nog niet zichtbaar zijn. Je kunt er openings- en sluitingstijden en zichtbaarheid aan als instructie opgeven. Dus eerst de boel inrichten. Niet bam meteen beginnen. Zorg ervoor dat die inrichting in Teams helemaal klaar is. Stap 2 is dus, wat ik net al zei, het geven van die presentatie, die instructie die je gaat visualiseren. Daarna gaan die studenten aan de slag met hun mindmap. En uiteindelijk gaan ze aan de hand van die mindmap, en alle stappen staan erin, hè, maar ik ga het zo ook nog laten zien, gaan ze aan de hand van die mindmap, kunnen ze een planning maken. Want inmiddels hebben ze dankzij die mindmap zichtbaar gemaakt welke acties ze überhaupt moeten doen. En het zijn niet alleen maar de acties die in zijn opdracht staan. Van we willen dat je vanuit marktonderzoek de concurrenten gaat onderzoeken. We willen dat je een slot maakt. Nee, want ze moeten vaak een heel rapport inleveren. Ja, wie gaat de spellingscontrole doen? Wie gaat ervoor zorgen dat de layout goed is? Wie gaat ervoor zorgen dat alles in elkaar gezet is? Door middel van die mindmap komen ze erachter dat er nog veel meer acties nodig zijn om een product of een project of een module, et cetera, tot een goed resultaat te brengen. En aan de hand van hun mindmap kunnen ze ook bepalen, hey, dit is heel belangrijk, daar heb ik meer tijd voor nodig. Dit is waarschijnlijk zo gebeurd, dus dat kan in de planning een kleinere plek in beslag nemen. En is er ook nog een formatje gemaakt voor die studenten waarin ze dus echt neer kunnen zetten, als ze de vertaalslag maken van hun mindmap, naar de planning van oké, wat moet er gebeuren? Hoe lang duurt die actie? Wie gaat het doen? Welke deadline is er? En zijn er bijzonderheden? Echter zeg ik er wel elke keer bij,
als zij nog een aanvulling zien, mogelijk zien op die planning, moeten ze dat ook zeker doen. Want als we zelf over na gaan denken hoe die planning eruit moet komen te zien, bevordert dat ook alleen maar die ontwikkeling van die metacognitieve vaardigheden. En dan als laatste, dus stap 5, als afsluiting van de instructie en de start van de daadwerkelijke uitvoering van zo'n opdrachtprojectmodule, gaan ze dus volgens hun eigen planning aan de gang en leveren ze hun werk in volgens hun deadlines. En dan gaan de inlevermappingtips open, dicht, etc. Het is niet zo dat je hier per opdracht heel veel lessen aan kwijt bent. Gemiddeld was ik er nu 2 lessen aan kwijt, omdat het voor deze studenten nieuw was. Maar op geen moment is 1 les nodig. Op geen moment is alleen nog maar die presie nodig en gaan ze daarna helemaal zelf aan de slag. En wie weet is op geen moment zelfs die presie niet meer nodig, omdat ze weten hoe ze een opdracht moeten lezen. Maar daar gaat tijd overheen. Dan heb ik het niet over een paar weken, ook niet over een paar maanden. Misschien heb je het wel over de gehele opleidingsstuk. Dat is die handleiding waar ik jullie versnel doorheen heb laten gaan. Nou wil ik jullie een voorbeeld geven van, als we even kijken, stap 1 was het inrichten van die ruimte. Ik heb het gedaan met zowel tweedejaars, met de tweedejaars heb ik het online gedaan. Dat was mijn prototype. En met de eerstejaars heb ik het fysiek in het echt gedaan. Voor de tweedejaars heb ik toen als voorbeeld marktonderzoek genomen. Even kijken, moet ik hier naartoe. Ik was toen al met een module. Ik was toen al met een module bezig, waar marktonderzoek leidend in was. Maar ze miste toch nog een stukje theorie. En toen dacht ik, dit is het moment om dan die kapstok te geven. De helikopterfios te gaan en het maken van marktonderzoek. De module heette Marktonderzoek 3 Fit for Life. En toen heb ik een speciaal lesje ingegooid op 2 maart. Dit was die ruimte. En toen heb ik in notities, dus hetzelfde als klas notebook, heb ik deze ruimte gemaakt. Maar ja, het wordt opgehaald in OneNote, dus het duurt altijd even. Ik had dit als welkomstekst, maar eigenlijk zei ik dit via de camera natuurlijk. De les is om een beter beeld te krijgen van wat nu precies marktonderzoek is. Nog wat meer theoretisch gedeeltes. Ik heb ze toen gezegd van, wat gaan we deze les doen? Dus jullie krijgen uitleg van mij via Prezi. Een account aanmaken bij MindMeister, maar dat is natuurlijk wel een stap waarbij ze ook bij moet helpen. De opdracht van de mindmap maken en uiteindelijk ook een opdracht van de planning maken. En ik heb ook bij gezegd, als tip, houd je teams open, want als iedereen die eerste opdracht heeft ingeleverd, volgt er via de webcast kleine toelichting van opdracht 2 en daarna zou dan opdracht 2 openen. Vervolgens, hier zie je in de zijlijn, ik weet niet of het te lezen is, maar hier zie je al, ik dwong ze al van, hé, stap 1, stap 2, stap 3, stap 4. Hier stond de presentatie, nou die staat er nog steeds, met een link, vervolgens account aanmaken, heb ik helemaal verteld welke stappen er zijn. Die stappen zijn trouwens ook in de handleiding beschikbaar, die hoeven mensen niet zelf te verzinnen, heb ik al gedaan. En vervolgens het maken van een mindmap. Ook helemaal met welke stappen, ook dat is terug te vinden in de handleiding. En de laatste was het maken van de planning. En dan had ik nog inlevermappen, maar die stonden dan weer bij algemeen. Die kon ik helaas in het aparte kanaal toen niet maken. Maar die inlevermappen gingen dus open en dicht op het moment dat ik het wil. Die presentatie. De tweede stap. Dit was de presentatie die ik toen online had gegeven. Maar je ziet toch gelijk, waar gaat het om? Wat is het eindproduct? Dat staat hier groot in het midden. En vervolgens zie je hier omheen, je kunt het net niet zien, maar hier staat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dus de volgorde die ze moeten doen. Maar het voordeel van Prezi is dat je kan in- en uitzoomen. Dat is ook een van de dingen die iemand ook zei tijdens de brainstorm op de Padlet. Want je kunt even inzoomen op de kapstok. Hé, marktonderzoeksrapport, die bestaat globaal uit deze 8 punten. Laten we elk punt eens even naar bekijken. En wat gebeurt er dan met Prezi? Je zoomt nog verder in en hup, we gaan naar het eerste gedeelte. Vervolgens leg ik uit wat er bij onderzoeksvragen en deelvragen wat eronder valt. Gaan we naar stap 2. Maar stap 2 is wat ingewikkelder, die is ook ietsjes groter. En zoomen we in op intern en extern. Nou, zo ga je in al die stappen telkens in- en uitzoomen. En als ik merkte dat de student ineens het overzicht een beetje kwijt was,
Ja, dan zoom je gewoon weer uit. Nou heb ik alleen mijn muis niet. Je hebt zo'n scrollwieltje op je muis. Dat is wat makkelijker dan met je pet. Maar dan kun je gewoon even uitzoomen en dan laat je het weer zien. Marktonderzoeksrapport, deze 8 stappen. Je visualiseert dus veel meer waar een opdracht uit bestaat. Het kan ook nog op andere manieren. Ik heb het voor de eerstejaars, ging het over van hoe kunnen we van het keuzedeel naar een geslaagd, een succesvol eindexamenportfolio. Of eindexamenportfolio. Toen heb ik juist... heb ik het gevisualiseerd in de vorm van bergen die steeds hoger werden. En het gezegd met ook weer dit soort dingetjes van... hé, we zijn nu op deze bergen. Wat hebben jullie al gedaan? En dan in- en uitgezoomd op de activiteiten die ze al hebben verricht. En vervolgens gingen we klimmen op de berg. Want ze waren er nog niet, ze moesten nog iets doen. En dat was een portfolio maken. En ook weer in- en uitzoomen. Maar het visueel maken van de stappen die ze moeten zetten, de acties die er zijn... maken dat ze het veel beter snappen en dat ze veel sneller zelf die helikopterview ook kunnen maken in die verbindingen. Maar dan zijn we er nog niet. Dit is dus die crisis. Daar begint het mee als docent. Je vertelt het je, maar het kost alleen wel even tijd om dit in elkaar te zetten. En als je het goed in elkaar hebt gezet, kun je er echt wel heel goed van profiteren. Althans, dat heb ik gemerkt. Het is niet zo dat ik het daarna weer weggooi. Daarna zijn we naar MindMeister gegaan. En ook wel mindmapping software. En dan kun je... je kunt dan verschillende basisprofielen kiezen. Je kunt een uitgeleide kiezen of een organigram, rechtsuitgeleide. Ook dit is gratis. Gratis. Echter wel kun je maar 3 mindmaps. Wil je meer mindmaps, moet je ze of de oude verwijderen. Of toch een lidmaatschap aanschaffen. Ik geef jullie even een voorbeeld van wat voor een mindmap ik kreeg van studenten nadat ze mijn prezi online, dus alles ging via Teams. Mindmap ik kreeg. Waar ik heel erg aangenaam verrast van was. Ze zijn met kleurtjes aan de slag gegaan. Ze hebben zelf de verschillende lagen aangebracht. De verbindingen, dus ze moesten het enige wat ik tegen ze had gezegd was zet in het midden uitvoeren marktonderzoek neer. En ga dan, pak het desnoods telkens mijn prezi terug om te kijken van welke acties zijn er, waar zet je ze neer, wat valt er weer onder die actie, wat voor kleurtjes geef je ze. Ik geloof dat rood betekende dat het wat dringender was. Maar ja, deze persoon, ik weet niet meer wie het had gedaan, maar die had, hier SWOT-analyse, van dat onder, confrontatiematrix, daar valt dat onder, operationeel plan, dan moeten we dit erop doen. Field research, we moeten dan zelf informatie zoeken, we moeten de deelvragen beantwoorden. Desk research, we gaan interne informatie zoeken, maar we gaan ook extern, maar zo kom, dit was dus de allereerste keer dat ze dit hadden gedaan. Nee, dat verraste mij aangenaam. Het kan natuurlijk nog een stuk mooier, maar voor de allereerste keer. Ze hadden nu namelijk al veel beter voor ogen welke acties ze nou precies moesten doen. Ze wisten nu al beter, naar aanleiding van mijn presentatie en naar aanleiding van dat ze dit moesten zien, welke stappen ze moesten zetten. Hoe vaak ik anders wel niet de vraag had gekregen als ik had uitgelegd wat opdracht was van ja, en wat moet ik nu doen? Hoe moet ik nu beginnen? Die vraag kreeg ik dus niet meer. Ze hebben zelfs meer neergezet dan ik had verwacht. Nou, dit is een voorbeeld van een mindmap die ze toen hebben gemaakt. Even kijken. Ik weet niet of er nog eentje tussen zit. Deze is ook nog. Hier zie je wel minder. Hier zijn ze met kleurtjes gaan werken, maar deze persoon vond slot belangrijker. Dus slot werd groter gemaakt, dat woord. Nou ja, zo kun je dus ook aan de slag. Het grappige is trouwens, dat was bij de eerstejaars, die het fysiek voor mij, dat zaten hier ook. Bij de tweede les moesten ze de planning maken. En toen ze die planning wilden invullen, kwamen ze erachter van, maar ik moet ook nog dit doen en dat doen. Ik wil eigenlijk ook even helemaal opnieuw mijn mindmap maken, want ik ben helemaal niet tevreden over. Ik had niks gezegd, ze kwamen er helemaal zelf mee. En ineens werd die mindmap, gingen ze zichzelf al corrigeren, dat ik het niet hoefde te doen. De mindmap die zij in eerste instantie hadden gemaakt, daarmee konden ze hun planning niet invullen, ze waren er niet happy mee. Dus gingen ze een stapje terug, weer opnieuw kijken, wat is allemaal nodig, hoe moet ik mijn mindmap verder maken. Om vervolgens wel die planning te kunnen maken. Nou ja, mindmeister dus. En het voordeel is, ze kunnen, ook als je niet bij elkaar bent, kun je hier dus gewoon wel lekker samen mee aan de slag. Net zoals met die Padlet en dergelijke. Ik heb echt gezocht naar edutools die zowel fysiek handig kunnen zijn, maar ook als je gewoon ergens thuis zit. Want ja, hybride onderwijs, of in ieder geval gedeeltelijk online, gedeeltelijk fysiek, zal toch wel de toekomst worden, denk ik.
Nou, dan hebben ze dat gedaan. Even kijken. Even. Nou, ik heb jullie de handleiding uitgelegd. Achtergrond. Ik heb Prezi even laten zien. Mindmeister laten zien. Jullie hebben Teams al gezien. En ik zit al de hele tijd te kletsen. Dus ik denk dat het tijd wordt dat jullie zelf maar eens aan de slag gaan. We gaan weer even verder in mijn fantastische PowerPoint. Jullie gaan dus aan de slag met Mindmeister. Wel leuk om te zien dat inderdaad de meeste van jullie het niet kennen. Want dat betekent dat jullie wel eerst een account moeten aanmaken. Je mag je eentje, maar het mag ook in duo's. Daarom moeten de mensen ook dus een laptop meenemen. Niet alleen vanwege het feit dat je op de padlet komt, maar ook dat je dus in Mindmeister meteen een account kan aanmaken. En ik dacht win-win situatie. Want één, jullie weten dan beter hoe een student mee aan de slag gaat. Maar twee, jullie hebben dan meteen ook een account. En als jullie dat met je studenten gaan doen, dan kunnen ze hun mindmap met jullie delen. Omdat jullie zelf ook een account hebben. Ga naar mindmeister.com per duo of je eentje. In ieder geval maakt één iemand dan even met zijn werkmail, AVG proeven, een account aan. Kies hierbij voor de gratis basisversie van Mindmeister. Start vervolgens met een nieuwe mindmap waarbij de layout het maken van een brainstorm mogelijk maakt. Maar je hebt net al gezien, er zijn meerdere layouts mogelijk. Maak dan samen een mindmap met als centraal onderwerp, maar je mag ook iets anders verzinnen. Maar ik dacht, wat is enigszins gemeenschappelijk? Nou, elke opleiding heeft te maken met een stage. Dus hoe zoekt een student naar een stage? Waarbij we dan denken aan dat een student gaat nadenken, wat wil ik? In welke hoek? Wat voor soort bedrijf? Waar kan ik een stage vinden? Etcetera. Laat hierbij duidelijk zien welke acties belangrijker zijn dan andere of langdurig, et cetera. En we hebben net de voorbeelden van studenten gezien. Het kan aan de hand van kleur, dikte, grootte, et cetera. Daar gaan we nu tot 10 uur mee aan de slag. Maak een account aan en ga eens even lekker brainstormen. Nou, ik heb een stukje inleiding met jullie gedaan. We hebben gebrainstormd. Ik heb jullie wat uitgelegd over achtergrond. De handleiding heb ik met jullie doorgenomen. Jullie hebben een presentatie gezien, jullie hebben de teamsruimte gezien, jullie hebben Mindmeister gezien en jullie hebben een account inmiddels in Mindmeister zelf aan de slag gegaan. En nu gaan we een beetje richting de afronding.